Voor de culturele revolutie stond er in ieder Chinees huis stond er zo'n altaar. Soms veel groter, soms veel kleiner. Maar het idee is hetzelfde. En er staat dus de wierookpot, dat is het belangrijkste. Die is gevuld met de as uit de dorpstempel of de wijkstempel, waar dit altaartje dan een soort van onderdeel van is, een filiaal. En dan zet iedereen er zo op wat hij zelf leuk vindt. Er zijn dingen die natuurlijk horen, de bloemen, de kaarsen. Die horen er echt bij, bij de wierookpot. Maar verder zet je erop wat je wil, dingen van je eigen huis. En ook de beelden die horen bij de schutspatronen van je eigen leven. Mijn schutspatronen, dat is in de eerste plaats Lao Tse, de oude meester, die de Tao Te Ching geschreven heeft. Die daar zit te glimlachen. Dat is een heel oud beeld, wat ik toevallig op een markt in China een keer gevonden heb. En dan staat er ook de schutspatroon van mijn Chinese adoptieve familie. Dat is het jongetje met vlechten. Dat is de heilige van de toneelspelers, van het theater. Daar staat een beeld wat niet gewijd is, maar wat ik hier heb gewoon uit voor mijn eigen plezier. Dat is Mazu, de heilige moeder, de schutspatroon van Taiwan en de beschermheilige van alle reizigers en alle zeelieden. En het tablet van mijn inwijding als Taoïstische meester. Met eerst de hemelse meester en zijn bondgenoot en zo. Dus een Chinees die hier komt, die kijkt naar mijn altaar en die weet precies wat ik dus doe en wie ik ben. Want een beetje de hele habitus, de hele geschiedenis, alles wat zo'n beetje bij mij hoort, dat heeft hij wel zo een beetje een plaatsje gevonden. Door dit altaar ben ik ook weer verbonden met bepaalde heiligdommen in China. En dus om hier weer op te branden, dat is voor mij iedere dag eventjes weer teruggaan naar de tijd dat ik in China woonde en daar werkte. En te denken aan alles wat ik daar geleerd heb. Dit is meester Chen Yongsheng, gezworen pleegbroer van Schipper bij het familiealtaar thuis in Dainan op Taiwan. Chen is Taoïstisch grootmeester, net als zijn vader. Die nam Schipper als zijn zoon aan, want de Taoïstische liturgie kan alleen door een grootmeester op diens eigen zoon worden overgedragen. Dankzij Schipper kon dit ritueel worden gefilmd. Hoewel deze kant natuurlijk van China niet zoveel aan buitenlanders wordt getoond. Wij kennen vooral, en buitenlanders kennen vrijwel uitsluitend, het officiële China. Het China wat je te zien krijgt wanneer je er met een reisgroep heen gaat of als je er als journalist heen gaat en zo. Dan krijg je dus te zien wat men zich, hoe China zichzelf naar het buitenland wil geven. En omdat in de 19e eeuw door de missionarissen is gezegd dat dit allemaal maar bijgeloof is en belachelijk en flauwekul en dat China nooit een modern land zou kunnen worden wanneer ze hier dit niet eruit zou gooien en zou afschaffen. Daarom wordt dit nooit naar voren gebracht. En daarom is er ook in iedere keer dat er dus China weer een stap deed naar zijn moderne vorm en naar zijn moderne lot, dan werd er weer een campagne gevoerd om dit dus af te schaffen. Dus toen in ongeveer een eeuw geleden de reformpartij in China allerlei plannen maakte voor het moderniseren van China, toen was het eerste dat dus alle tempels moesten worden afgeschaft. En dat iedereen dus deze huisaltaren moest opheffen. En toen is de Chinese revolutie gekomen van 1911-1912. En dat was ook allemaal afschaffen, jongens. En toen is er in 1920 is er het nieuwe leven, de nieuwe levenbeweging geweest. En dat was ook allemaal, alle tempels moesten eruit. En toen is er
In 1949, de grote communistische revolutie geweest. En toen was het weer dit er allemaal uit. En toen is er de culturele revolutie geweest van de jaren 60, 70. Dus nu is er niets meer over. Dus als je in een grote stad, zoals Peking loopt, waar meer dan 1000 tempels waren, moet je je voorstellen, hè, waar dus meer dan 1000 tempels en verder had ieder huis, had dus een huis altijd. Dan is er helemaal niets meer van te zien. Hoe beleven de Chinezen? En, ja, moeilijk. Moeilijk, dat is een van de hele grote problemen. Want de wijktempel of de dorpstempel, dat was niet alleen een heiligdom, maar dat was ook het huis voor iedereen. Daar was de theatergroep kwam daar samen, de muziekgroep, de schaakclub. En dat was een open plek voor iedereen die door de mensen zelf beheerd werd. Niet door de een of andere priester, nog door de een of andere politieke commissaris die ze voortdurend vertelt wat ze moeten denken of wat ze moeten doen of hoe ze aan de vooruitgang moeten denken. Maar dat was dus iets van hunzelf. Een plek van rust, van harmonie, van schoonheid, waar iedereen inlegde wat hij er zelf wilde inleggen. En je wordt dus meegenomen naar een plekje en dan zeggen ze, kijk, hier was het. En dan weten zelfs de mensen, zelfs jonge mensen hier nog te vertellen, van hier heb ik gehoord stond dit beeld. En hier was deze nis, en hier stond. Hè, dus het leeft helemaal innerlijk. Buiten is er niets meer van te zien. Maar de Chinese volksreligie, waarvan het Taoïsme de hoogste uitdrukking is, dat heeft zich dus volkomen verinnerlijkt. En het wordt dus een innerlijke beleving. En het uit zich in alle dingen die dus niet gereguleerd zijn, waar de mensen zelf nog wat mogen doen. Dus bijvoorbeeld in hun etensgewoonte of in het grote enthousiasme voor het doen van allerlei ademhalingsoefeningen of gymnastiekoefeningen zoals Qigong of Tai Chi Chuan of het reizen naar de vroegere heilige bergen waar dan ook vaak de heiligdommen niet meer bestaan. Maar de natuur, wat tenslotte het belangrijkste is, nog steeds bestaat. Dus je hebt het gevoel dat er dus dat de hele Chinese godsdienst en het Taoïsme is een soort van innerlijke dimensie geworden. Die de mensen dus overdragen van mond tot mond zo. Hè. Taoïsme is heel eigen. Hè? Je zou bijna zeggen dat. Daarom vinden we het ook zo moeilijk om te begrijpen. Of ik persoonlijk vind het zo ontzettend moeilijk om het te begrijpen. Het is moeilijk om in woorden te vatten. Niet alleen moeilijk om in woorden te vatten, maar het is zo volslagen anders dan onze westerse instelling. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, je noemt het maar op of het is omgekeerd. Hè? Het is een hele manier van. De mens te definiëren, niet totaal, maar toch op grotere gedeelte heel anders. En wij in Europa, onze traditie, onze religieuze, onze intellectuele traditie, is de traditie van het woord. Ja. Hè? Tegenwoordig zeggen de Rooms-Katholieken spreken over de mis als de liturgie van het woord. En voor ons is de openbaring is het woord. En het woord is vlees geworden. Maar voor het Taoïsme is er juist iets heel anders. Niet het woord. Hè? Er is geen definitie. Als je zou willen vragen, wat is de definitie van het Taoïsme? Dan is juist de definitie van het Taoïsme dat er geen definitie is. En de Tao Te Ching begint met te zeggen. Als we konden zeggen in woorden hè, wat de Tao is, dan is het al niet meer. Hè? Dus als ik het woord Tao de weg zeg, dan weet ik zeker dat het in ieder geval niet is. Hè? Omdat het iets is, zoiets eigens, zoiets gelegd in het natuurlijke, in het spontane, in de manier waarop de bomen groeien, de manier waarop een konijntje huppelt, de manier waarop ik adem. Dat zijn dingen waar niet over te denken valt, die niet tot ons bewuste, hè, tot het bewuste proces behoren.
die we doen zonder erbij te denken. En die ook alleen maar spontaan gedaan kunnen worden als je er dus niet bij nadenkt. Dus Taoïsme is voornamelijk doen. Het is in de eerste plaats wat je zou noemen een orthopraxis. Ja. Hè, meer dan een orthodoxie. Er is geen dogmatiek. En in de Taoïstische beleiding, het Taoïstische ritueel, is ook geen lering. Er is niemand die op de kansel gaat staan en zeggen, broeders en zusters of geachte gemeente of wat dan ook. Nu zal ik u eens gaan vertellen hoe de vork in de steel zit. Wat de logica, wat de reden, wat het woord is. Er is geen woord, er is een ander beleven. Het Taoïsme is een woordeloze leer, een levenshouding die moeilijk op een universiteit te onderwijzen valt. Schipper zet zijn studenten dan ook aan tot zelfstudie, volgens de beste traditie van de École Pratique des Hautes Études, een internationaal vermaard instituut. Er zijn Chinezen die Calvinisme bestuderen, er zijn Japanners die Islam bestuderen, er zijn Arabieren die het katholicisme bestuderen. Ah, je vindt hier van alles. Veel politieke figuren, zelfs personen onder de zogenaamde terroristen van de Hezbollah of Iranezen, die zijn hier ingeschreven of waren hier ingeschreven als student, terwijl ze tegelijkertijd hun politieke actie deden in Parijs. Dus wanneer ze vrij hadden van demonstreren of misschien bommen plaatsen, dan kwamen ze hier hun dissertatie over de islamse theologie afmaken. En dat heeft een zekere ruchtbaarheid aan onze school gegeven, maar wij persoonlijk trekken ons er niets van aan, want het enige wat ons interesseert is of een persoon ook werkelijk goed wetenschappelijk werk levert. En wat hij verder in zijn vrije tijd doet, dat mag hij zelf weten. Jij neemt daar geen stelling in persoonlijk? Nou, ik begrijp niet hoe je daar een stelling in zou kunnen nemen. Dat zijn twee verschillende dingen. En voor ons is het vooral belangrijk dat er hier in een... geen bommen worden gegooid. Nou ja, of dat er hier in ieder geval in een atmosfeer van absolute vrijheid iedere vorm van godsdienst kan worden bestudeerd, zonder dat dat enige moeilijkheden geeft. Onze colleges zijn eigenlijk een soort werkcollege, seminar, waar teksten worden gelezen. En dat is altijd interessant, omdat je ieder jaar een ander onderwerp